Goedemiddag. Het is al de hele ochtend spekglad in het noorden van het land. Vanwege de gladheid rijden daar nauwelijks treinen en bussen. Wie niet per se de weg op hoeft, kan maar beter thuis blijven. Veel scholen zijn in de ochtend of de hele dag gesloten. En het KNMI heeft code rood afgekondigd. De waarschuwing geldt voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Drenthe en het noorden van de provincies Flevoland en Overijssel. Tanja Braun, al de hele ochtend in Groningen, nu bij de busremise daar. Tanja, rijdt er nog wat? Nee, er rijdt helemaal niks meer. Tenminste, bij de bussen. Hier en daar nog wel een trein, maar de bussen die staan stil. En dat zie je hier heel goed. Achter mij 120 bussen die normaal gesproken door Groningen en omgeving rijden, staan allemaal stil. En dat blijven ze ook de hele dag doen. Ze hebben het nog wel eventjes geprobeerd vanmorgen, op een paar lijnen. U rijdt wel? Klopt. Maar zie, ik ga weer naar Heerenveen. Het is allemaal vier baans. Dus dat gaat nog net. Maar daar rijden we ook niet harder dan 70, hoor. Nee, echt niet. En u rijdt wel gewoon uw hele traject? Ja, deze bus gaat door naar Emmeloord. Ja. Mooi voor die passagiers. Wij doen ons best. Dat dacht ik. Dat ze zijn dik tevreden. Je gaat het gewoon proberen? Ja. Ik moet gewoon aan het werk. Ik had even naar werk gebeld. Ik zei, ik word iets later. Maar ja, ik moet wel gewoon aan het werk. Ik werk bij een van die bedrijven die zegt dat je niet naar buiten mag nu. Dat hoort erbij. Nee, ik werk bij de ANWB in Assen. Daar moet ik nog wel naartoe. Want pechgevallen houden die op. Dus ja, zeker met dit weer zal het nog wel wat erger zijn. Maar kom er maar eens met dit weer. Herhaling. Door de weersomstandigheden is momenteel weinig tot geen treinverkeer mogelijk. Autoleving met uitval van treinen en vertraging. Ja, dus ook voor de chauffeur die aan het begin van het filmpje nog zei, we kunnen het wel maar heel voorzichtig. Ook voor hem is het gestopt. Zijn lijn, die tussen Groningen en Emmeloord, is eruit gehaald omdat het gewoon te gevaarlijk is. Er is mensen geadviseerd om binnen te blijven. Doen ze dat dan ook? Ja, veel mensen blijven inderdaad binnen. Vanmorgen hebben nog wel een hoop mensen geprobeerd om toch op hun werk of op school te komen. Maar inmiddels is het vrij rustig op straat. Het openbare leven ligt hier in Groningen in ieder geval behoorlijk stil. De rechtbanken zijn gesloten, scholen zijn dicht, de universiteit is de hele dag dicht. Rijexamens gaan niet door. Nou ja, mensen hebben inmiddels ook echt wel in de gaten dat het heel moeilijk is om ergens aan te komen. Dus veel mensen blijven thuis. Tanja, dankjewel. In Parijs hebben president Hollande, premier Valls en de burgemeester van Parijs gedenkplaten onthuld op de drie plekken waar een jaar geleden 17 mensen omkwamen door aanslagen van moslimextremisten. De eerste plaquette werd bij het voormalig kantoor van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo onthuld, waar 12 mensen omkwamen. Hier werd ook een krans neergelegd. Vervolgens gingen de president en de burgemeester naar de plek waar de twee terroristen een politieagent doodschoten. De familie van de agent was hierbij aanwezig. Ook hier werd een plaquette onthuld en een krans neergelegd. De herdenking eindigde bij de Joodse supermarkt, waar 4 mensen omkwamen. Het is de eerste van een reeks herdenkingen deze week. Donderdag is het een jaar geleden dat 2 gewapende terroristen de redactie in Parijs binnenstormden en daar een bloedbad aanrichtten. Voor de schoenenwinkels Manfield, Dulcis, ProSport en Invito is faillissement aangevraagd. Vorige week ging het moederbedrijf van de winkels, McIntosh, al failliet. En ook voor Scapino, de schoenenketen die eerder buiten schot leek te blijven, is uitstel van betaling aangevraagd. De bewindvoerders zijn samen met de banken in gesprek met overnamekandidaten. Daarbij worden alle scenario's onderzocht. Er werken in totaal 5.500 mensen voor McIntosh. Voor hen is de toekomst nu onzeker. Voorlopig zijn alle winkels nog open. In Keulen is vandaag crisisberaad over de gebeurtenissen in de nieuwjaarsnacht. Daar werden tientallen vrouwen aangerand en beroofd. De politie spreekt van een volledig nieuwe dimensie van geweld. Op filmpjes op YouTube is te zien dat de sfeer grimmig was op het plein voor het Centraal Station. Want later op de avond gebeurde het hier. Groepjes mannen omsingelden, betasten en beroofden tientallen vrouwen. Intussen hebben 90 vrouwen aangifte gedaan. De politie verwacht dat er zich nog meer zullen melden. De burgemeester heeft voor vandaag crisisberaad bijeengeroepen. Deze overgriffen zijn ongeheuerlijk. En het darf niet zijn en kan niet zijn dat mensen die naar Köln komen om zich hier te amuseren, om hier te feiern, angst hebben moeten overvallen te worden. Tenminste 1 vrouw is verkracht volgens de politie.
De politie zegt ook dat de daders dronken waren en een Arabisch of Noord-Afrikaans uiterlijk hadden. Op internet schrijven veel mensen dat de daders vluchtelingen waren. Niet jeder vluchteling is een straftäter. En wenn wir die Täter ermittelt haben, müssen die auch dementsprechend sanktioniert werden. Es muss ganz fein herausgestellt werden, dass es nicht die Allgemeinheit ist, sondern dass wir eine Gruppe haben, die scheint diese Rechtsnorm in Deutschland nicht zu akzeptieren. Ook in Hamburg en Stuttgart zijn in de nieuwjaarsnacht op grote schaal vrouwen lastiggevallen en beroofd. President Obama heeft de maatregelen aangekondigd om het vuurwapenbezit in de Verenigde Staten te beperken. Hij wil dat doen zonder de wet te wijzigen om tegenwerking van de Republikeinen te voorkomen. Obama wil dat alle wapenverkopers een vergunning aanvragen en worden geregistreerd. Zelfs al verkopen ze de vuurwapens via het internet of op beurzen. Die verkopers moeten dan ook de achtergrond van hun klanten laten checken. The good news is that these are not only recommendations that are well within my legal authority, but they're also ones that the overwhelming majority of the American people, including gun owners, support and believe in. Wapenbezit is wijdverspreid in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen zien het hebben van een vuurwapen als een grondrecht. Anytime that the president gets up there and starts talking gun control, people will actually, you know, go and get guns and everything. And that just says right there that people want to be able to protect themselves. De FBI krijgt 230 extra rechercheurs om de achtergrond van mensen te checken die een vuurwapen kopen. De Amerikaanse overheid spant een civiele rechtszaak aan tegen Volkswagen vanwege de Schummel-software. Volkswagen krijgt waarschijnlijk een miljardenclaim. In de aanklacht zegt de Amerikaanse overheid dat Volkswagen illegale software heeft geïnstalleerd in dieselauto's. Zo lukte het om tijdens testen veel minder schadelijke stoffen uit te stoten dan wanneer de auto's echt rondreden. En dus heeft Volkswagen jarenlang extra luchtvervuiling veroorzaakt. In september gaf het Duitse bedrijf al toe dat er is gesjoemeld. Sommige van die auto's die stoten wel tot 40 keer de hoeveelheid uitstootgassen uit dan is toegestaan onder de Amerikaanse wet. Het gaat in deze zaak om zo'n 600.000 Volkswagens. En men gaat proberen om per auto enkele tienduizenden dollars aan boete te claimen. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je schrik niet tot een maximaal bedrag. Hoeft niet uitgekeerd te gaan worden, maar tot een maximaal mogelijk bedrag van 19 miljard dollar. Ja, nog even terug naar de IJssel dan. Er zijn niet alleen maar problemen met de gladheid in Groningen. Leuk is het ook. In Groningen één grote ijsbaan op straat. Maar ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Rijden! Tot bij Hoi, goedemorgen. Het weer dan nog. In het noorden kunnen ze nog even doorschaatsen, want het blijft vriezen. In het zuiden wordt het 8 graden, maar later op de dag gaat het daar regenen. En ook vanavond valt regen in het zuiden. Verder blijven de temperatuurverschillen groot. Het volgende NOS-journaal is om 1 uur met Henny Stoel en Tom Egbers. Fijne dag.